Ja, welkom bij de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. Het is een eerste ronde hier met Sander, Hessel en Thomas. Het is duidelijk, we spelen drie rondes in ieder geval. We spelen de eerste ronde, dat is een voetbaltrivia. De tweede ronde spelerspaspoortjes. En dan de spelers met de twee meeste punten, aantal punten, die gaan door naar de finale vraag. En eentje gaat door naar de volgende ronde. Eerste vraag. Wie is de oudste debutant ooit in Oranje? Hessel. Thomas, Barry van Gaal. Hessel is eerst. Dus ik zou ook eerst... Wat? Hessel. Sander Bosker. Helemaal goed. Kut, dan sowieso niet goed. Nee, inderdaad. Dus ik zou ook niet zo hard schreeuwen. Dus eerst wachten tot je de beurt krijgt, Thomas. Ja, Bosker pakt het volgens mij af van Van Gaal, dacht ik. Ja. Vraag nummer 2. Maar goed. Wat is de bijnaam van Everton? Sander. Hessel. Sander, zeg maar. De Toffies. Heel goed. Hey, wow, man. Wat een kutvraag, joh. Vraag nummer 3. Wie werd topscorer van het WK 2014? Thomas. Hessel. Thomas. Miroslav Klose. Hessel. Ja, dat is ook. Zeg maar, Hessel. James Rodriguez. Heel goed. Dus na drie vragen is het 2 punten voor Hessel, 1 voor Sander en 0 voor Thomas. Gaan we door naar vraag nummer 4. Clarence Seedorf won 4 keer de Champions League als speler. Met welke clubs? Hessel. Thomas. Hessel is eerder. AC Milan. Ja. Real Madrid. En Ajax. Goed. Vraag nummer 5. Jongen. Bij welke Argentijnse club speelde Lionel Messi in de jeugd? Sander. Thomas. Ja. Sander. Argentinos Juniors? Nee. Thomas. Ja. Newell's Old Boys. Helemaal goed. Eerste punt voor Thomas. Gaan we door naar vraag nummer 6. In 1999 begon Peter Bos zijn loopbaan als trainer. Wat was de allereerste club in het profvoetbal waar hij begon? Thomas. Ja. AGOVV. Helemaal goed. Vraag nummer 7. Ik kom eraan, Hessel. Ik kom eraan. Waar staan de letters JC voor bij Roda? Hessel? Ja. Juliana combinatie? Ja, die is helemaal goed hoor. Knap. Gaan we door naar vraag nummer 8 eigenlijk. Celtic heeft 1 Nederlandse trainer ooit gehad. Wie was dat? De Nederlander. Ja, Thomas. Ja. Gaat geen punt af, toch? Nee. Maar wil ik wel nu een antwoord hebben? Scott Calderwood. Is voor mij geen Nederlander. Nee dacht Hessel. Ik ja? Leo Beenhakker? Nee. Nee. Sander? Nou, Sander. Ik heb geen idee. Wim Jansen. Oh ja, tuurlijk. Verdomme. Je zat nog best in de buurt dan, Hessel. Ja. Wat is de derde club van Lissabon? Hessel? Ja. Boavista? Nee. Sander? Ja. Belenenses? Heel goed, Sander. Uitstekend. Vraag nummer 10, en dat is de laatste van de eerste ronde. Van welke club kocht FC Groningen ooit Luis Suarez? Sander? Ja. Nationaal? Helemaal goed. Ah, nee joh. Stand na de eerste ronde. Onderaan Thomas met 2. Sander heeft 3 punten en Hessel 4 punten. En even goed uitleggen. Degene met het meeste aantal punten, de twee spelers met het meeste aantal punten, gaan door naar de finale. Dus Thomas, werk aan de winkel, zou ik zeggen voor jou. Spelerspaspoortje nummer 1.
Partizan Belgrado, OFK Beograd, Nans, Feyenoord, Partizan Belgrado, Real Saragossa, Vorsdovak, Partizan Belgrado. Hessel? Hessel is als eerste, zie ik hier op mijn scherm, ja? Babovic? Jezus, hij weet hem nog ook. Ja, heel goed Hessel. Volgende spelerspaspoortje. Lierse SK, AZ, Feyenoord. Hessel, Stijn Huisgums. Is goed. Sterk. Zijn nog 3 spelerspaspoortjes. Ajax, Aris Saloniki, Heerenveen, Vitesse, Adelaar. Sander. Ja, zeg maar Sander. Hersie? Nee. Hessel. Ja. Richard Knopper. Is goed. What the fuck. We gaan door naar spelerspaspoortje nummer 4. Zijn er nog 2 te gaan? Met deze tussenstand gaat de finale straks tussen Hessel en Sander. VC Vlissingen. Beveren. Anderlecht. Hessel. Ja. Peter van Vossen. Is goed. Hessel, kappen nou hoor. Die laatste. Jij hebt al gewonnen. Zwolle, RKC, Ajax, Celtic. Dus nog een keer. Zwolle, RKC, ja, Ajax, ik weet hem, Thomas. Celtic. Zeg maar Thomas. Dirk Boerichter. Is helemaal goed. Betekent, dat is ook wel weer leuk, dat we een gelijke stand hebben na 2 rondes. Hessel is sowieso door naar de finale met 8 punten. En Thomas en Sander hebben allebei 3 punten. Nou, gaan we door met het volgende spelerspaspoortje. Sparta, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC, Willem II, ADO Den Haag. Thomas. Ja. Erik Valkenburg. Is helemaal goed. Ja, toch. Dus dat betekent dat Thomas en Hessel naar de finale gaan. Sander, dankjewel. Jammer. Voor je deelname. Helaas succes. Kwam Thomas er nog op het eind bij. Dankjewel, Sander. Maar helaas gaan de andere 2 door naar de finale. In ieder geval, dank voor je deelname en natuurlijk je donatie voor de voedselbank. Dankjewel, jongen. Ja, graag gedaan. Komt-ie. Maar dit is een vraag. Noem de spelers die in de basisopstelling van AZ stonden in de kampioenswedstrijd tegen Vitesse in 2009. Hoe we dit gaan doen, is dat Thomas mag beginnen. Die heeft minder punten gekregen. Dus die mag beginnen in de finale. Met een antwoord te geven. Ja, 1 van de 11 spelers die in de basis stonden in de kampioenswedstrijd tegen Vitesse in 2009 van AZ. Is het antwoord fout, dan ben je af. Overigens, die wedstrijd. AZ speelde tegen Vitesse en ze verloren met 1-2. Maar werden een dag later toch kampioen omdat Ajax verloor bij PSV. Oké. Ik begin. Ja. David Mendes da Silva. Is goed. Hessel. Romero op goal. Helaas, Hessel. Die had ik ook gezet. Joey Di Dulica stond op doel. Shit. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Zo ver gekomen, zo goed gespeeld in de eerste 2 rondes. Alleen nekt Sergio Romero jou in deze finale. Hmm. Ja. Terecht in huis. Gefeliciteerd, Thomas. Bedankt. Wat gaat er nu door je heen, Hessel? Ja, balen. Dan verga je zoveel punten in de eerste 2 rondes. Ja, inderdaad. Maar ja, niks aan te doen. Je hebt laten zien in ieder geval dat je een waardig quizzer bent. Want het ging vrij soepel in de eerste 2 ronden. Helaas niet genoeg om je te kwalificeren voor de volgende ronde. En Thomas van Haar, slow starter. Dat kan je wel zeggen. Ja. Door naar de volgende ronde, Thomas. Gefeliciteerd. Ja, ik ben er erg blij mee. Heel blij mee.
Dankjewel jongens voor jullie deelname en natuurlijk je donatie voor de voedselbank. En Thomas, we zien jou terug in de volgende ronde. Oké, doei. Dankjewel jongens. Oké, bedankt Neil. Hoi.